biertje, maar we gaan ook nog eens eventjes lekker de pony laten graaien. Hallo, nou hier ben ik weer, hier is Geer. Jongens, leuk dat jullie weer naar mijn nieuwe vlog hebben gekeken. Het zijn afgelopen weken ongelooflijk druk is er weer geweest. En de single doet het hartstikke goed, dus daar wil ik iedereen ook voor bedanken. Die hem via Spotify gelinkt heeft, of misschien wel gekeken heeft op YouTube. We gaan hartstikke goed. En ja, ik heb een hoop dingen gedaan. Radio Noord-Holland, Radio NL, Friesland. Waar zijn we niet geweest? Noordwijk, Amersfoort. En dan natuurlijk gewoon de optredens. Nou, je kan alles over me zeggen, jongens, maar ik heb hard gewerkt. Vind je het leuk? Doe je duim omhoog en like het. En denk je van, hé, ik zou wel een nee willen worden. Nou, je kent het verhaal. Kost je niets, kan gewoon gebeuren. En ik zou het hartstikke leuk vinden. Nou, we moeten hier vanavond optreden. We weten alleen niet hoe het gaat. Maar het zal goed komen. Ja, en nu zijn we onderweg naar de Tros Afro. En dan ga ik iets doen voor sterren.nl. Ik ga iets doen voor de Tros uiteraard. Ja, de weekendborrel. En de weekendborrel. Nou, daar kun je mij natuurlijk altijd voor bellen, want ik zit al bijna op de stoep. Woehoe, gezellig hoor. Hier aan ja, ik heb net vraag en antwoord bij het sterren.nl hier in Hilversum. Hartstikke leuk. Sterren.nl heet het al 7 jaar. Oh, sorry. Ik heb net allemaal vragen beantwoord bij Sterren.nl. En ik moet je zeggen dat dat heel erg leuk was. Het decor ziet er ook leuk uit. ik heb leuk. En nu komt Jan Paparazzi binnen ja. En die gaat mij ook nog wat vragen stellen weer voor een ander programma. Ja, voor een ander programma. Dat is voor ons YouTube kanaal. Dus kijk allemaal naar het YouTube kanaal van Sterren.nl met de populairste artiest van Nederland. We zijn blij dat hij er is. Gerard Joling. Nou, het is ongekend. Populairste wil ik niet zeggen, maar het zit er tegenaan. Nou, schiet maar die grafvragen. Ja, die grafvragen. Moeten we het nog doornemen van tevoren? Nee, gewoon als we hebben, ja. En daar zijn we weer met het Sterren.nl YouTube kanaal. Vandaag een nieuwe aflevering van Jan N. In plaats van Emily N. Want Emily is er niet. Die is op vakantie. Volgende week is ze er gelukkig weer. Helaas voor Gerard moet hij het met mij doen nu, Gerard. Ja, nou, het is zeker schrikken van hierbij. Maar ik ken je al zo lang, denk ik. We maken er wat leuks van, joh. Dat is altijd goed. Ik ken je denk al 30 jaar. Net zoals nu. Nu ga je ook lekker. Ja. Want je hebt een nieuwe plaat uit lekker. Lekker. Geweldige plaat. Ja. Vertel er even wat over. Nou ja, het was, ik kreeg dat nummer aangeboden van John Deerne. En die zegt, Ferry van Leeuw heeft wat geschreven. Die ook natuurlijk altijd bij de 538-band natuurlijk een vocals doet en doet die fantastische muzikale jongen. En ik werd er gelijk al blij van. Ik zeg, het is wel een liedje voor mij. We hebben echt een jolig nummertje. Textueel een beetje veranderd, want ik zeg, het moet toch wat meer voor nu. We hebben een andere rhythm onder gedonderstraald. En ja, wij zijn ongelooflijk blij. Gedonderstraald ook. Hè? Ja, gedonderstraald, omdat het ook af en toe is net of er bijna een halve drumband achter zit. Waardoor het wel een beetje Braziliaanse drive krijgt. Okay, okay. En dat mensen lekker mee kunnen zien. Zullen we even kijken? Ja, leuk. Stukje hier op de clip. Nou, ik zou hem helemaal doen. De studio's leeggelopen, maar dat geheel terzijde. Heel goed. En alles zou zijn. Ja, en nu op weg naar VI Oranje. Ik zeg altijd V1, maar het is VI Oranje. Gezellig vanavond met Johan Derks en met Wilfred en met de rest. En de rest. Kijk eens. Hallo. Nou, hey Natas. Gaat die goed, meisje? Ja. Wat gezellig jullie zijn. Goedenavond. Goedenavond. Nou, ik zou zeggen, hou dat sfeer weer vast zo. Echt serieus hier. Scheid, daar staat er ook gewoon bij. Donkere wolken. Troosteloze bende. Grijplach, lullen. Druk je? Doe het niet. Dat staat er niet aan. Nergens dorp zie je, die boer zat daar volgens mij. Maar eerst DJ Sol. Dat kan toch niet wat je nou? Je drukt gewoon een knop in. Ja. Een troosteloze bende. Lekker man. Als ik eraan denk, moet ik schijten. Nou, Wilfred.
Ja. Zo zijn we weer te zien in de clip. Er zitten allemaal enorm grote luchtbedden en van die prachtige eenhoorns tussen. Dus als de mensen de single downloaden, wij verloten 25 van die hele grote, zeg maar, luchtbedden voor twee personen. En ik signeer ze persoonlijk. Dus ik laat al die winnaars van 25 man ergens spreken we af. En dan teken ik ze persoonlijk. Dat is misschien leuk om te zeggen. Dus download de single of weet ik, doe iets leuks. Ga naar www.gerardjolingen.nl en dan komt het allemaal goed. Ik kan niet zeggen, ik kies voor die partij of die. Je wil dat eigenlijk niet doen als BN'er of TN'er of wat er ook zijn. Ja, maar ik vind, als het een persoonlijke partij is, dan kun je als artiest best je verbinden aan een partij. Nou, ik vind het een tamelijk fatsoenlijke partij, hoor. Ja, ik ook. Hij heeft toch de Jolingwet voorgesteld? Wet voor de bescherming van de Nederlandse waarde, omdat jij dat roepen. Dat is natuurlijk ook een beetje grappig bedoeld, denk ik. Maar als ik hem zo op die piano zou liggen, dan denk ik, nou, het wordt niet alleen een liedje, maar we gaan ook nog eens eventjes lekker de pony laten graven. Ja. En echt, misschien gaat het nu wel niet meer door, maar dat is. Nou, het is zaterdagochtend vroeg. Misschien staat ik weer laat bij V1 vandaan, wat overigens erg leuk was. En Harry Mens had gevraagd of ik ook mijn liedje wilde zingen in zijn programma. Nou ja, die stond altijd voor me klaar. Ook toen het wel eens wat minder ging. Dus we gaan er lekker heen. En het is erg vroeg, kort nachtje. Het wordt vast gezellig. En ik vind het heerlijk om te werken, dus. Nou, ik ook. Ja, dat weet ik, Harry. Ja. Hij wordt tassen vullen. Ja. En ik vraag nu aandacht voor die andere zakkenvuller. En hij gaat nu voor ons zingen. Het nummer heet Lekker. Dankjewel, Harry. Hey. Nou, we gaan nu naar Radio Noord-Holland om mijn single te promoten. En we hebben net Harry Mens gedaan, dat was heel leuk, hè, Noordwijk. En nu heb ik een uur zo direct een interview bij Radio Noord-Holland, bij Eddie Keur. Dus ik denk dat dat heel gezellig wordt. Dus luisteren. Daarna gaan we luisteren. En dan ga ik eens even lekker een uurtje naar mijn bed, want ik moet vanavond weer naar Almelo. Eddie Keur! Hoe is het, jongen? Hoe is het, man? Goed je te zien. Ruikt je lekker, schat? Dat is alleen nog maar de geur. Oh. Ja, lekker, lekker. Oh, je bent echt lekker, hoor. Maar te oud, maar wel lekker, hoor. Even hard. Jou zie. Ja, daar gaat ie. Hey, je bent een tien. Zoveel moois en nog nooit meer gezien. Blijf voor altijd bij me heen. Het is zo verheerlijk! Ja, de kant van. Je bent lekker, lekker, na, 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 na. Oh, ja, onderweg naar Almelo. Vanavond een openlucht optreden. Wordt het meestal als ik opgetreden heb, maar vanavond hebben we er zin in. Het is maar 172 kilometer en leuk, hè, Mark? Ja, top. We hebben er zin in. Lekker overtuigend ook. Kijk wat ik net heb gekregen van ontzettend lief. Van vanmiddag een meisje afgegeven. Gemaakt op een taartendoos. Speciaal voor mij. Dat is toch enig. Dankjewel. Nou, kijk nou, eens. Kom verder. Ja. Wat hebben we hier? Hallo. Jij bent tenminste enthousiast, hè? Ik heb jou meer gezien. Ik heb een cadeautje voor jou. Dat meen je niet. Ik heb een foto met mijn vrouw. Kan je? Oeh! Dat was een klapzoen, zag je dat? En Gerard, dit is Joost. Joost! Joost is ook een mega fan. Dag Joost, wat leuk om je te ontmoeten. Gaat het goed allemaal? Ja. Oké, heb je een leuke dag? Zeker. Ah, Joost, wat gezellig ook. Joost is al heel de dag zo zenuwachtig. Ben je zo zenuwachtig, Joost? Om mij even te zien hier zo, maar dat hoeft niet hoor. Het is allemaal heel gewoon en heel rustig en heel gezellig. Wat leuk! Dit is Jasmin. Jasmin. Oh, dan gaan we het voelen, Jasmin. En waar is het voelen? Kijk, hier komen. Lieverd. Ik ben er gewoon boer, ik wil ook even voelen.
Mag wel. Ah, god, schat. Moet je al die make-up eraf vegen? Mag wel niet. Zijn die ook al een keer? En zie je nog maar iets of heel weinig? Ja, 5%. Dat is niet veel. Maar zie je iets van Gerard dan? Kan je iets zien van hem? En kan je me ruiken? Kijk zo. Ja, kijk, dit is mijn glittershirt. Kijk dan. Dit is mijn glittershirt. Dat voel je die glittertjes? Ja. Ja, het lijkt wel braaien, maar dat is het niet hoor. Ja, ja. Ik heb een leuk, leuk. Jasmin voor jou gemaakt. Oh, wat lief, Jasmin. En heb je een leuke dag, Jasmin? Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ja. Zijn ze allemaal lief voor je? Ja. En wie is die meneer die achter je staat? Ken je die ook goed, of niet? Dat is mijn broer. Ik ben gewoon Gerard Arnhem. Wat lief, dat je grote broer zo lief voor je is. Ja. Dat hij met je mee over mij naartoe gaat, schat. Ja, nou, ik vind het wel gezellig hoor. Ja. Ik zie jullie zo. Ja. Geniet ervan. Jou, jij ook, hè? Ja. Oh, dankjewel. Hier. Oh, dit is toch om te gieren, dit. Ja, geweldig, hè? Wat lief ook. God, en dan zie je ook die ene, die Jasmin zie ik nog maar 5%. En die andere is ook gehandicapt, vroeger heb ik wel eens in de zaal gehad. En die Joost is een heel lief rustig jongetje. Maar ja, het zijn allemaal handicap, is natuurlijk heel zielig, maar ongelooflijk lief voor mensen. Nou, ik drink mijn koffie op en dan ga ik mij klaarmaken voor dit openlucht gebeuren. Dat is het. Nee, dat weet ik ook liever, dat weet ik. Maar wie speel jij dan? Wie doet jouw vader na? Die is Gordon, die lijkt op Gordon, die is een beetje dik en vrij. Nou, laat ik het maar niet horen, begint hij nog te janken ook. Oh, en hij is weer dik geworden, dus net of je dik bent opgevreten hebt, niet normaal. Maar luister, doe jij nou mij eens even na, dan wil ik het ervoor. Doe jij mij eens na, een stukje. En al graf nicht. Nou, ik vond het hartstikke leuk dat je hier even was. Ik heb er nooit zo van lul gestaan tijdens een optreden. Maar ik vond jou wel fantastisch. Mag ik een applaus voor deze jonge man? Super man. Dank je. Doe voorzichtig bij het afstapje. Maar dat is best hoog. Oh. Zijn er nog meer mensen die wat willen zeggen? Ga ik eerst maar even een liedje zingen, maar ik moet nog even bijkomen van de vorm. Dat we nachten samen hebben, wij wouden niet meer weten, beter was jou te vergeten. Want je wou er dan de leven, ik moest je laten gaan. Lang leven, heb jij een best van mij gegeven. Een speciaal voor jou, Jasmin, ik vond het mooi. Gerard! Ja, lieverd, kus. Wat een lieverd ben je! Lief is ze! Ja! Had je wat gemaakt, hoorde ik dat nou? En dat heb ik bij me, Gerard. Jasmine is namelijk heel erg creatief. En zij werkt bij Atelier Artistie, toch Jasmine? Ja, zullen we er even een applausje geven? Ja! Toch? Goed hoor, Jasmine. En Jasmine, ik ga nu schilderij aan Gerard laten zien, oké? Okay? Wow! Ik ben er helemaal stil van. Hou je deze mevrouw even vast, schat? Kijk eens even, dames en heren, wat prachtig heeft ze voor me gemaakt. Oh! Oh, lief bedankt. Ja. Nou, dat is wel een avond van Bob of Jasper. Ik ben er helemaal een beetje op de hoek van, weet je dat? Ik vind je zo lief. Het was niet de bedoeling dat je moest gaan huilen, maar het is ook allemaal een beetje veel, hè? Je moest er helemaal gaan lachen, we zitten voor je zingen, toen de kleedkamer en toen weer uit. En nu het cadeau. Maar wij vinden wel met z'n allen, lieve mensen, dat ze het fantastisch hebben gedaan. Hè? Als je dan bijna niets meer ziet of niets meer, en je durft toch niet te staan zomaar. En dan ook nog naast die gekke Gerard Joling, maar ik vind het heel knap. Je krijgt een staande ovatie, Jasmin, voor jou!
Ach, lieve. Ik loop met je mee. Kom maar, schat. Draai om, je werd een klein afstapje. En Gerard, ik kan niet zingen, hè? Dus ik moet wel terugkomen. Ja, ik kom terug. Kijk eens, dan pak je broer, neem je over. En houd je goed. Dankjewel, liever, nogmaals voor het mooie cadeau. Nou, net een beetje uit, want het was natuurlijk weer een krankzinnig druk weekend. Maar goed, ik zit nu even te kijken. Ik moest gisteravond optreden voor 50 jaar bestaan van Avelijn. Dat is voor allemaal gehandicapte mensen. En ik kreeg een prachtig cadeau van Jasmin. En kijk eens hoe mooi. Van een blind meisje, ongekend lief. Ik heb nog vorige zomer ook, het was heel erg emotioneel. En nu zie ik pas echt hoe mooi dat cadeau is. Dus Jasmin, nogmaals ongelooflijk bedankt voor het prachtige cadeau. Je bent een lieverd. Krijgt een mooi plekje. Ja, lekker op mijn vrijdag. Ga even naar de verjaardag van het jongste broertje van mijn moeder. Die wordt 80. Haha. En na een krankzinnig weekend is het alweer eens leuk om even te ontspannen op een verjaardag. En dan nog met familie ook. Is het niet enig? Ik ben in Schipluiden, want mijn oom is jarig. Die wordt 80. Dat is de jongste broer van mijn moeder. Ik loop even langs het graf van mijn opa. Maar wij kunnen het niet vinden. Misschien moet ik het even vragen ook daarbinnen waar het is. Want het is wel een gezoek tussen al die stenen. Maar goed, er liggen echt wel heel veel oude graven. Het is allemaal wel heel interessant. Ik heb het niet kunnen vinden, helaas. Oké, nou, rust en vrede zou ik zeggen. Allemaal. En ja, vroeger speelde ik altijd, was dit een eierenschuur. Hier werden alle eieren gesorteerd, want mijn andere ooms hadden weer allemaal schuren met allemaal kippen en eieren en noem maar op. Maar mijn oom, die rijdt altijd bruidjes en bruidegommen. Vroeger zelfs nog de film met André van Duin en Vanessa, heeft hij nog koetsen gereden. Maar hij heeft er heel veel, heeft er nu heel veel verkocht. En een paar jaar geleden heeft hij door Maxima en Willem-Alexander gereden. En daar was ik ook bij. Het was heel leuk. Het was in Friesland. En nu gaan we even kijken hoeveel koetsen hij nog over heeft. En het is heel gek. Maar ja, mijn kant van mijn moeder, de Von Dorpen, zijn van adel. Misschien dat een kleine rijke tak is. Wij zijn in ieder geval de arme tak. Dit is Jan van Dorp. Dit is de rijke tak van onze familie. We lopen even door. Hier zo. Lijkenkoets. Uitvaartkoets. Had je die al op? Ja, in Friesland. Ja. Had je die daar? Ja. Ik had een nootje staan. Ik ben 3 weken geleden naar Friesland geweest en ik heb nog steeds begraven. Is er iemand die begraven had ook? Hier? 3 weken geleden heb ik hem begraven in Friesland. Het grafboeketten die hebben ze nog overgehaald de laatste keer. Vrijdag geleden met 3 koetsen. Een bruidje. Prachtig. Ja. Het hoort bijna niet te noemen, want het is al 50 jaar geleden dat ik hier speelde. Dit is de oude schuur. Dit zijn allemaal oude piepenschuren. Mijn ene oom nam het allemaal kippen. Nou ja, dat was niet meer normaal. Het waren allemaal van die legbatterijen. Verschrikkelijk. Het is gelukkig niet meer. Dit is nog originele staart. En die speelden wij altijd als kind zijn. Het lijkt nu wat kleiner, maar het is, als kind zijn was het ongelooflijk groot. Groetjes van Geer. Een dikke kus en tot de volgende keer.